En dan is het even kijken. Wie zit daar achter? Wie komt daar helemaal langs die buitenkant? Allemaal weer op de Mongol Brothers. Hij gaat aansluiten bij Kars Dalma. Kijk allemaal. Mongol. En Mongol. Dat de contact op de eigen trainingsbaantje achter het huis zullen liggen. Op met Dolphin. Dat is Holman die het hier doet. En Holman. Tegen Dolphin de trainer blijkbaar. Heeft de snelheid direct verpakt hier. Holman voor de handelijn. Voor naar de buitenkant. Houdt de snelheid ervoor. En dat de bruikers in de meestand helemaal van gekocht. Dat is de Bergman op die tweede plaats. Holman, Mongol. En daarachter is het Kars Dalma. En dan hebben we Valentino Luijten. Allemaal een mooie overwinning voor Mongol en Mongol. Dat is de 91 van Kars Dalma. En de vierde. Dave Hoogruis, hij mag weer een superstar. En dan is hij echt en dan kan hij weer opnieuw gaan beginnen. Komt dan wel weer heel mooi langs die buitenkant heen, hoor. Ja, de regen komt naar beneden. Rijksma, die weet dat hij op het ijs zit met die pijpen zo moet zitten. Dat was toch even. En dan is het overigens trainer voor Rijksma en Luijten. Hooguit. Mongol Bremen. Heel blij dat ik de kop gebruiken om het zelf te zeggen. Want maar wat die nu regels zijn. Rijksma kijkt ze achterom niet. En ik heb wat ruimte naar Luijten. En ook voor me is er wel ruimte. Hooguit. Het tempo zo hoog hadden. Dat die man achter de 13 voorbij zou. En die twee die zitten elkaar nog. En dit is in die 125 is het niet anders. Hooguit die het hier mooi doet hoor, gaat hier een overwinning pakken. Mongol op 2. En dan is het Bremen. Nou, en nou gaan we wel goed weg. Als de Mongol zit hier met de hand aan de helm. Ja, dat is een een doosje, Bernd Mongol, ja, dat was ook niet, je bent die hand aan die helm staan, maar dat was waar. En die zit inmiddels ook alweer wat naar voren. Oh, foutje daar van Overvriend met de 55 en half die opleveren. Rijksma, Hooguit aan de lijn. Bernd Mongol op de tweede plaats. En daarachter is het Gert Holman. Dan zien we Sebastian Rijksma, die staat vol onder druk. Nu van Bart Mongol. Bart Mongol komt naar die vierde plaats. En dan achter. Hij is ook mee. Ik heb nog even een maatje, dit van die mannen die voorop rijden. Maar dat komt wel hoor. Dan is de marke wat snel hier. Hooguit aan de leiding. Mongol op 2. Holman op 3. Mongol op 4. Bremer op 5. En we gaan naar het zwart-wit gebok. Dave Hoogruis nog even vasthouden. En dan heeft Hoogruis hier de overwinning te pakken. Is het Mongol op 2. Holman op 3. Mongol op 4. Anne-Jan Bremer op 5.
En dan is het Sebastian Rijksma voor Kamp.